Wij kunnen Nederland veranderen. Wij gaan Nederland veranderen. Frans Timmermans als minister-president. Het is niet zo'n hele vergezochte propositie, want het zou zomaar kunnen dat zijn partij GroenLinks-PvdA bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen de grootste wordt. En de voormalig eurocommissaris dan zijn eerste kabinet mag gaan formeren. Met nog 5 weken te gaan voor de daadwerkelijke stembusgang is de partij van Timmermans in de peilingen een van de 3 grootste. Met regeringspartij VVD en de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, NSC. De onderlinge verschillen zijn klein en daarom vroegen we oud-politicus Geert Dales naar de kansen van Timmermans op het premierschap. Frans Timmermans doet goed zijn best. Hij is een interessante man. Je kan met veel dingen oneens zijn, maar ik vind het een interessante figuur in de politiek. Frans is ook een hele ijdele man. Het is een man die alles beter weet en dat kan ook wel eens irriteren. Ik denk dat Frans Timmermans als minister-president het tij van de laatste 20, 25 jaar weer gaat keren. Dat we weer zullen zien dat we toegaan naar meer ideologie in het openbaar bestuur, wat ik goed vind. En dat wij gaan zien dat hij weer meer macht pompt in de staatsorganen en zal zorgen dat de regering en het parlement ook weer echt wat te vertellen krijgen in het publieke domein. Timmermans partij, GroenLinks-PvdA, vaart op een programma dat roept om zaken als solidariteit, diversiteit en klimaatrechtvaardigheid. Zaken die nauw aansluiten bij de moderne achterban van links. Dat bezig is om de wereld te behoeden voor de vermeende klimaatapocalyps. Zich zorgen maakt om institutioneel racisme en koste wat kost van Nederland een divers land wil maken. Een kabinet Timmermans 1 zou de droom zijn van links. Waarom vindt u Frans Timmermans zo'n goede premierskandidaat? Omdat hij de enige is die het kan van alle kandidaten zometeen. Hij is de beste kandidaat. Hoe gaat hij Nederland vooruit helpen? Met goede oplossingen. Zoals? Omkijken naar de mensen die het echt nodig hebben. Rechtvaardig klimaatbeleid. En dan wordt Nederland een veel eerlijker land. En dat gaat iedereen zien vanaf 22 november. Komt helemaal goed. Ja, wat gaat er gebeuren als Frans Timmermans premier wordt? Oh, daar moet ik niet aan denken. Dat is een verschrikkelijke gedachte. Ik heb er zelfs nog niet over gedacht. Ik denk dat het onmiddellijk zal leiden tot een nachtmerrie. Ik denk dat de heer Timmermans alles nog erger maakt. Hè. We zijn over links gegaan de afgelopen 5 jaar. We hebben gezien wat er is gebeurd. Een te hoge onbeheersbare immigratie. Hoge lasten voor het bedrijfsleven. Hogere prijzen ook voor de mensen. Als met Timmermans komt, dan gaat hij gewoon door. Het zou heel erg zijn voor Nederland. Die man die wil een heleboel hele nare dingen doorvoeren. Allerlei belastingverhogingen, klimaatmaatregelen, noem het allemaal maar op. Laat staan nog alle immigratie die nog verder zal worden aangewakkerd. Nee, dit zou heel erg slecht zijn voor Nederland. We hebben dus nu voor het eerst te maken bij de PvdA met iemand die dus die hele klimaatdiscussie enorm aan het pushen is. Dat is niet een specifiek punt van de PvdA. Dat is altijd een punt geweest van GroenLinks en van allerlei groene partijen. Maar hij komt dus met die Green Deal met een onbetaalbare eisen. En die worden afgewenteld straks op de middeninkomens en op de lagere inkomens. Het is niet zo dat Frans Timmermans straks een tweede hypotheek op zijn huis gaat nemen. Of Sigrid Kaag of zo. Nee, dus dat wordt betaald dus door de klasse waarvoor die zegt op te komen. En dat is heel ernstig. En dat is een iets anders dan in de tijd met Den Uyl en Kok en al die andere PvdA-voormannen en voorvrouwen van voorgaande generaties. Dus er is wel iets ernstigs mis met zijn agenda. Zou u een kabinet Timmermans 1 zien zitten? Natuurlijk. Ja, het wordt lang tijd dat er iets verandert, toch? Omdat het belangrijk is om juist wat meer met klimaat bezig te zijn en ook met immigratie. Wat zou u dan van een kabinet Timmermans 1 vinden? Ga ik emigreren. Waarom? Niet zitten. Nou, ik vind dat hij veel te veel gericht op klimaat is. Ik denk dat we als stipje op de landkaart niet de hele wereld kunnen verbeteren. Nee. Nee, dankjewel. Nee, omdat ik daar niet in geloof? Ja, absoluut niet, nee. En waarom niet? Nou ja, Frans Timmermans, dat ieder weldenkend mens weet hoe Frans Timmermans erin zit. Hij ligt alles aan elkaar vast. Het is een ras opportunist. En als je er een beetje in hem verdiept, moet je dus niet op hem stemmen. Jazeker, omdat ik geloof in een samenwerking progressief, groen, links, socialistisch. Nee, helemaal niet. En waarom helemaal niet? Nou, die man is zelf inderdaad, hij is maar veel te groen. Hij is niet meer geen PvdA meer, hij is een groene. En die draaien te veel door. Nou, op straat dus een aantal wisselende reacties. Wij legden onze leden ook de vraag: voorziet u een kabinet Timmermans 1 zitten? Dat leverde Noord-Koreaanse toestanden op. 99% ziet het niet zitten en slechts 1% ziet het wel zitten. Willen jullie niks meer missen? Abonneer dan nu op ons kanaal.
Vergeet niet een reactie achter te laten en natuurlijk deze video te liken.